Ik heb het gisteravond teruggezien. Ja, het is ongelooflijk hoe ik hier nu zit. Ik heb echt het gevoel dat ik op een wolk leef of zo. We hadden natuurlijk ontzettend veel voorbereid. Je kan een hele hoop plannen. Maar echt uit de grond van mijn hart dat zij de boot afkwamen om een hand te geven. Dat was een van de hoogtepunten uit mijn carrière, uit mijn leven, denk ik. Ja. Het was de bedoeling dat het schip met Willem-Alexander en Maxima een paar minuten stil zou liggen om naar het optreden te luisteren, om vervolgens weer verder te varen. Op de beelden is te zien dat burgemeester Van der Laan opvallend veel aan het bellen is. De koning wil van boord. Er is ooit sprake van geweest, kan hij daar van de boot afgaan? En toen hebben we nadrukkelijk gezegd nee, want de kade is te hoog. En dat herinner ik me. Dus mijn eerste idee was, ik ga hem overtuigen dat hij dat niet moet doen. En toen gebeurden er twee dingen. Hij liet zich niet overtuigen. En er kwam die boot. Nou, daarmee was het probleem opgelost. Vijf minuten voordat ik op moest, de Bolero was al bezig, hoorde ik van mijn tourmanager Sander onder het podium dat ik na de Intens het podium af zou moeten, omdat de koning wilde dat ik bij hem op de boot kwam. Nou, dat is natuurlijk geen enkel probleem. Dat lijkt me natuurlijk een onwijze eer. En ik had echt zoiets van, oh jee. Dus toen sloeg bij mij de zenuwen pas echt goed in. En ineens stonden zij op het podium. Ik weet zeker dat dit koningspaar een hele andere generatie gaat aanspreken. Ik denk dat het goed is dat er nu een nieuwe koning is. Ja, ze zijn heel erg met hun tijd bezig. En daar doen ze wat mee op deze manier. Ik voelde dat het voor hun ook een moment was om even alles een beetje van zich af te laten glijden. Het enige wat me wel opviel is dat ze allebei enorm koude handen hadden.